Ik denk dat je als onderwijsinstelling als tip mee moet nemen dat je dit soort trajecten ook echt alleen maar samen met je werkveldpartners kan doen. Dat juist door dit soort kennis vanuit het veld op te halen, de opleiding ook eigenlijk alleen maar beter kan maken. En de verrijking die het voor docenten brengt, ja, dat is goud waard. De belangrijkste tip is volgens mij gewoon gaan doen. Durf te dromen. Ga het doen, maar ga het nooit alleen doen en nooit vanuit je eigen organisatie. Durf ernaast te gaan staan of erboven te gaan hangen, hoe je het ook noemt. Zoek partners op en zoek dan vooral partners op die willen. Ga niet leuren, sleuren aan organisaties of personen die dit allemaal heel ingewikkeld vinden en eerst dikke plannen willen maken. Ga het gewoon doen met elkaar, ga het ervaren. En een andere tip is, wij hebben alles gedaan in de vorm van ontwikkelsessies en nieuw design thinking. En dat heeft ons heel erg geholpen om er tempo in te houden, maar ook om echt heel erg creatief te durven kijken en te innoveren. Dus wij wilden beslist niet verbeteren wat we al doen, maar we wilden vernieuwen. Gebruik daar bijvoorbeeld een methodiek als design thinking voor. En betrek ook mensen die daar goed in zijn. Laat je daarbij helpen. En een hele belangrijke les is ook commitment bij bestuurders. Onze eigen bestuurders van Fonds Hogeschool Pedagogiek en van Sterkhuis en van het kennisnetwerk van de jeugdzorgspecialisten, die gingen hier 100% voor. Wat we ervaren hebben is dat door samen zo'n traineeprogramma te ontwikkelen en of zo'n leergang te ontwikkelen, dat de mensen die daar in die ontwikkelsessies zijn elkaar ook steeds makkelijker vinden daarbuiten. En de mensen die normaal op academisch werken of leiding geven aan academisch, dat die ook gewoon buiten onze ontwikkelgroep elkaar zien en ook aan het kijken zijn hoe kunnen wij nog beter samenwerken met elkaar.